elkaar gekregen dat er een das aan zijn schoen snuffelt. We zijn nu bij een plek waar een dassenburg zit. En aangezien dassen nachtdieren zijn, zijn we hier nu aan het begin van de avond. En dan hopen we dat die dassen zich gaan laten zien. Dat zou heel mooi zijn. Dat is de periode dat ze nu jongen hebben. En ja, dat is natuurlijk extra leuke kleine dasjes. Dus daar hopen we heel erg op. Wel belangrijk dat we stil zijn. En heel erg hopen dat ze zich laten zien natuurlijk, hè. Oh ja, dassen is. Het zijn eigenlijk een soort roofdieren. Het waren een tijdje de grootste landroofdieren die we hadden in Nederland zelfs. Maar ja, er is een nieuwe bijgekomen, hè. Begin met een W, eindigt op Olf. Maar die dassen, die leven dus eigenlijk voornamelijk onder de grond. Die hebben daar een burcht en daar zitten ze eigenlijk overdag in, slapen ze. Tegen de schemering komen ze dan tevoorschijn. In de winter zie je ze gewoon helemaal niet. Want dan zijn die dassen, die zijn dan natuurlijk allemaal lekker lang onder de grond. Is het ook lang donker. Maar nu in de zomer, tegen de zomer aan, dan wordt het langer licht. En dan heb je goede kans. Ik hoop dat wij ook goede kans, goed geluk hebben vanavond. Het zou leuk wezen. Overigens, wij staan hier nu gewoon vanaf de openbare weg, gewoon vanaf een zandpad, naar die dassenburg te kijken. Die ligt een stuk verderop. Het is heel belangrijk, dassen zijn erg gevoelig voor verstoring. Dus nooit zomaar ergens naar binnen denderen omdat je denkt dat de dassen zitten. Ze hebben ook een fantastisch reukvermogen. Dus wat je vaak ziet is als zo'n das naar boven komt dat hij eerst even gaat snuffelen. Geen knoflook, geen shawarma eten van tevoren dus. En vooral heel stil zijn en hopen dat je geluk hebt. Samen met een paar ouders. Twee gezien in ieder geval. Maar een paar keer schrokken ze van een koe die hier in het weiland loopt. Gingen ze heel snel weer de burcht in. Hopen dat ze zich nog even laten zien. Maar de zon begint al een beetje te zakken. Maar we hebben tot nu toe al fantastisch van die dassen kunnen genieten. Dus ik hoop dat ze zich nog even laten zien. Maar anders dan hebben we al heel veel moois kunnen zien. Besloten om nog heel even te verplaatsen, omdat die dassen fantastisch kunnen zien. Natuurlijk geheel verantwoord, hè. Camouflage mondkapje natuurlijk ook, dat hoort er ook bij. En nu onderweg naar een andere burg die Martijn kent, want ja, ik zei het al, hè, hij is dassenfluisteraar. Hij weet die beest zelf wel te vinden. Neusje voor de. Precies. Werkt dat ook nog met een mondkapje op? Ja, ze lijken goed. En dan kijken of we daar nog even wat geluk kunnen hebben. Natuurlijk al helemaal geslaagd, want dit was wel echt super leuk met al die jonge dasjes. En dan vervolgens ook die ouders erbij. Ja, echt fantastisch. Maar wie weet hebben we nog wat meer geluk.
terug weg. Het was een mooi avondje dassen kijken zo. Uiteindelijk op de laatste burg natuurlijk ook nog dassen gezien. Twee stuks zeker. Die op een gegeven moment zelfs in en uit renden. Ja, ik had van tevoren niet verwacht dat we er zoveel zouden zien. Maar dat was wel heel vet. Je hebt het weer waargemaakt als dassenfluisteraar wat dat betreft. Weinig geluid maken, stil zijn, joh, dan gebeuren de mooiste dingen. Ja, absoluut. Ik hoop natuurlijk ook dat jij het vet vond om mee te kijken. En laat het even weten als jij ook eens een keer een das gezien hebt. Ben ik wel heel benieuwd naar. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En zie ik je de volgende keer weer. Tot dan. Hey. Doei doei.